voor de regionale adaptatiedialoog Vallei en Eem. We zijn met een heel aantal partijen uit het gebied, zoals gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat, aan het praten om te zien waar zitten nou de kwetsbaarheden in dit gebied als het gaat om klimaatverandering. En daarmee is het gelijk de aftrap van een langer proces om te zien waar we als regio op in moeten zetten om dit gebied klimaatbestendig te maken. We zijn met elkaar aan het bedenken van wat moeten we hier nou doen om te zorgen dat we uiteindelijk in 2050 aangepast zijn aan dat veranderende klimaat. En dan hebben we het over natuurgebieden die bijvoorbeeld verdrogen of landbouwgebieden die wateroverlast hebben. Ja, zo'n dag als vandaag is eigenlijk heel belangrijk omdat het echt een moment is waarop je elkaar ontmoet. Met alle partijen die hierover nadenken en die hiermee bezig zijn. En ik heb ook vandaag heel erg veel nieuwe dingen ook weer gehoord, dingen die ik nog niet wist. Ja, klimaatproblemen houden zich niet aan grenzen van organisaties, niet aan grenzen van provincies of gemeentes. Dus vandaar dat we opgavegericht kijken, echt naar het gebied zelf. Het belang is dat we hier met elkaar zijn, dat we met verschillende organisaties zijn. Want er komen hele grote dossiers op ons af, klimaatverandering, energietransitie. Die kunnen we niet sectoraal oppakken, die moeten we met elkaar samenpakken.